zo schattig. Met mijn veer. Proosten. Proost. Proost. Oh, je bent zo lief. Over 3,5 maand hebben we gewoon nog een kind. Nee, ik ben een mens. Ben jij een mens? Ja. Ja? Jij niet. Ik niet? Wat ben ik dan? Jij bent een kindje. Ben ik een kindje? Ja. Oh, gaan we het zo spelen. Dit is echt een keilekkere smoothie. Ik had verwacht dat het een gekke combi zou zijn, want ik heb allemaal rare dingen samengegooid. Onder andere pindakaas en sinaasappelsap, waarvan ik later dacht van, nee, wacht, waarom heb ik dat gedaan? Dat is helemaal geen goede combinatie. Maar wat zit erin? Het smaakt echt goed. Wat zit erin? Er zit in... Klein beetje bevroren aardbeien, 1 banaan, klein laagje sinaasappelsap, kokosmelk, heleboel spinazie. Ik denk wel 3 handjes. Spinazie. Ja, dat vind je lekker, hè? En dus een schep pinda cashew pasta. Het is alweer bijna eind november, jongens. Op. Is die nou op? Mag ik nog meer mozzie? Ik zie er nog wel een beetje in zitten. Ik heb echt, ik zette het ook op Instagram gisteren, het gevoel alsof de dagen echt... totaal aan me voorbij gaan. En dat de tijd zo erg voorbij vliegt. En dat ik op allerlei vlakken in mijn leven achter de feiten aanloop. Over 3,5 maand hebben we gewoon nog een kind. Een tweede kind. En ik was heel relaxed de hele zwangerschap. In de zin van dat ik gewoon dacht van, nou weet je... We hebben bijna alles al in huis. Deze zwangerschap duurt zo lang. Het komt allemaal wel goed. En nu ben ik gewoon... Alweer bijna 26 weken zwanger. Dankjewel, mama. Alsjeblieft. En ga ik gewoon richting mijn derde trimester. Dankjewel, mama. Ik, ja, opeens ik krijg ik het. Bij jou ik ook van je moedie. Je hebt toch een eigen glas? Mag ik van je moedie drinken? Je mag wel proeven, maar het is precies dezelfde als die jij hebt. Gewoon bijna derde trimester. Gewoon alweer het laatste gedeelte. En, dankjewel, mama. En opeens word ik een beetje zenuwachtig, merk ik. En dat werkt niet bevorderlijk. Want mijn hersenen zijn echt pudding. Ik doe voor jou. Echt pudding hersenen heb ik. En ik onthoud niks. Mijn hele agenda loopt helemaal door de war. Ik heb gewoon het gevoel alsof deze de laatste, nou laten we zeggen 4 weken, dat ik totaal even het overzicht kwijt ben. Ik proosten. Proost. Proost. Dus ik wilde proberen om deze week dat weer een beetje terug te krijgen. En even een goed plan op te stellen. Want op zich valt het mee met wat er allemaal moet gebeuren voordat deze baby komt. De grootste klus is Zeki naar... Heb je pijn in je buik? Ja. Oh nee, zal ik even wrijven? Ja. Heb je misschien iets te veel smoothie gedronken in 1 keer? Ja. Ja. Zeki... een peuterkamer geven. Die kamer, die zijn kamer moet gaan worden, is nu nog mijn kantoor / make-up / cosmetica / rommel kamer. Ik zit daar niet zo vaak, dus het is ook gewoon een beetje een opslagplek geworden. Maar dat moet dus naar zolder. Daarvoor moest er plek vrij zijn op de zolder. Nou, is er wel op dit moment plek vrij op de zolder, maar is het vooral nog een kwestie van dat een beetje een fijne ruimte maken, zodat ik ook daar gewoon relaxed kan zitten achter mijn computer. En dat het niet voelt alsof ik in een overvolle zolder aan het werken ben als ik daar bezig ben. Dus ik wil heel graag een deel van de opslag
Van onze spullen wil ik achter een gordijntje. Dat dat gewoon afgeschermd is. Dat ik niet constant tussen de dozen zit. Want het is toch onvermijdelijk dat je daar opslag hebt staan van, weet ik veel, kerstspullen, verjaardagsspullen, whatever. Daar is een zolder voor. Maar het moet dus ook logeerkamer, kantoor gaan worden. Dus ja, het moet gewoon iets beter ingedeeld en mooier en fijner. Dat is eigenlijk voor nu de grootste klus. En ik heb natuurlijk nu al van die nesteldrang dat ik denk van, ik wil de hele keuken uitzoeken en opruimen, de garage. Ik wil alles, ik wil vooral heel veel spullen wegdoen, merk ik. Dat ik denk van, waarom heb ik dit allemaal nog? Het moet weg, het moet allemaal weg. Zoveel spullen verzameld in de afgelopen jaren. En ik denk dat ik het afgelopen 2 jaar niet eens zoveel gekocht heb, maar dat ik gewoon nog heel veel bewaard heb van al die voorgaande jaren. En nu heb ik gewoon het idee van, oké, het moet weg. Ik wil minder. En dan heb ik qua werk het nog wel best wel heel druk. Mijn plan is om in februari met verlof te gaan. Dus echt in februari te zeggen, natuurlijk zal ik dan nog wel hier en daar iets uploaden op social media of eventueel op YouTube. Maar dan moet ik even kijken hoe ik me dan voel. Maar wel in ieder geval vanaf februari te zeggen van, oké, ik doe geen klussen meer. Maar ik heb nog best wel wat dingen op de planning staan die we moeten afronden binnen nu en februari dus. Dus vandaag staat in het teken van overzicht. Ik ga straks, als hij slaapt, hopelijk gaat hij slapen, eventjes een overzicht maken van deadlines en wat er moet gebeuren. Volgens mij heb ik ook gewoon door de hormonen minder concentratie en dat soort dingen. Wat ik zei, mijn hersenen voelen echt als pudding. Maar verder gaat het prima hier. Ik merk dus dat ik nu een beetje zenuwachtig ben. En dat heeft wel veel effect op mijn dagelijks leven. Ik heb ook last van mijn nek. Ik slaap slecht. Ik wil niet een enorme zeikert hier uithangen. Maar goed, dat is gewoon een beetje de update van hoe ik me voel op het moment. Maar het komt allemaal wel goed. Met baby gaat het goed. Met Zeki gaat het goed. Hij wordt zo groot. Met Mert en mij gaat het gewoon over het algemeen goed. Ik heb zo'n geweldige set moppen gekregen van mijn vriendinnetje Sabine. Een verlaten verjaardagscadeautje van HK Living. Och. Ik vind dit merk zo fantastisch. Deze is het. Het is de Virgo set. Dat had ze niet eens expres zo uitgekozen. Maar mijn sterrenbeeld is maagd. Dus Virgo past perfect. En er hoort er nog eentje bij. Ik heb gewoon de hele dag zin om koffie te drinken. Dat heb ik sowieso altijd al. Maar als ik een mooi kopje heb, dan des te meer. Maar ik drink nu in de zwangerschap maar 1 kopje koffie max per dag. Om die cafeïne-inname een beetje beperkt te houden. En ze had ook nog echt een schattig cadeautje voor baby nummer 2. Kleine sokjes, krokodillen sokjes. En er zit dus ook zo'n knuffeldoekje bij. Oh, zo lief. En zo zacht. Het is van dit merk, ik ken dit niet. Hectic Cool Collectibles. Super schattig. Echt lief. Ik ben bol.com select lid en soms krijg je dan kortingen op dingen. Ik had nu zo'n goede korting op iets wat ik zo leuk vond. Dus ik dacht, we gaan ervoor. Misschien kan ik voor hulp Sinterklaas spelen. Dat ik dit alvast heb liggen voor pakjesavond. Ik weet überhaupt nog niet of we daar iets mee gaan doen. Maar ik kon dit gewoon niet. Ik moest. Oh. Het is zo schattig. Ik was dus vroeger zelf een hele grote Playmobil fan, wel toen ik wat groter was, jaar of 7, 8. Je Playmobil 1, 2, 3. En dat is dus een iets versimpeldere versie voor jongere kinderen. Ze zeggen van 2 tot 4 ongeveer. En dit is dus een speeltuin. Oh, met een ijsjeskraam. En dit is dus een glijbaan en een klein reuzenradje, wat ook echt kan draaien. Even spieken hoor. Keihard. Een beetje diversiteit, worden we altijd blij van. Ik word hier zelf helemaal gelukkig van. Dat is toch heerlijk dit. Wat is dit? Cadeau. Voor mij? Dankjewel. Ja, voor jou schatje. Oh, het is wel heel schattig hè. Ik denk dat je dit heel leuk gaat vinden. Denk je niet? Ja. Morgen heb ik een dagje met mijn moeder. Ik kreeg voor mijn verjaardag van mijn moeder dat we dagje naar een museum zouden gaan. En ik heb het Wereldmuseum in Leiden gekozen. Leek me heel erg leuk over volkerenkunde. Dus dan gaan we waarschijnlijk ook even lekker lunchen ergens. Ik neem denk ik niet deze grote camera mee, maar wel mijn telefoon, zodat ik gewoon wat dingen kan filmen. En ik ga natuurlijk stemmen in de ochtend. Het is de 22e morgen. Dus dat staat morgen op de planning. Ik heb vandaag goede stappen kunnen maken wat betreft wat meer overzicht in mijn werk in ieder geval. Echt even een goed schema gemaakt van wat er nou allemaal moet gebeuren
Met allemaal data die vanmorgen nog niet geprikt waren. Maar nu wel, dus dat geeft echt veel rust. Dus ja, ik zie jullie morgen. If only I could finish something. Run straight through to the end. Close the chapter, dignified. Dang, girl, you did it again. But will it ever be enough? When I'm bent on trying to keep it tough, will I ever settle down? Ik geloof gewoon dat ik op dit punt in mijn leven ben aangekomen dat ik de camera aanzet zonder maar te kijken naar hoe mijn haar eruit ziet. En waarom, mama? Waarom? En de koffie is wel koud. Nee, de koffie is een beetje heet. En waarom? Oh, en is het koud? Ja, het water is wel koud. Ah, maar ik denk zo te worden van jouw water. Ja. Oké, okay. Ik ben een beetje moe. Ben je een beetje moe? Ja. Ja, je was ook erg vroeg wakker, zeker. Maar ik ben een beetje ziek. Beetje ziek? Ja. Nou, van woensdag hebben jullie de beelden kunnen zien. Daar heb ik verder niet bij gepraat. Maar het was ontzettend gezellig met mijn moeder. Iets van een half jaar voordat corona uitbrak, had ik een museumjaarkaart genomen. Want ik dacht van, ik wil vaker musea bezoeken. Ook wat vaker kleinere musea hier in de buurt. En dat hebben we toen een paar maanden gedaan. Nou, toen ging alles dicht. En toen kwam het er ook niet meer van. Toen heb ik hem opgezegd, die museumjaarkaart. Maar eigenlijk vind ik musea zo ontzettend leuk om naartoe te gaan. Ze zeiden nog bij de ingang van dit museum van, wil je een nieuwe afsluiten? En toen dacht ik eerst even van, ja, misschien is dat wel iets. Toen dacht ik van, nou, ik krijg in maart een baby. Dus ik gok dat ik dit komende jaar er nog niet echt veel gebruik van ga maken. Maar misschien het jaar daarna toch wel weer. Want toen mijn moeder dus vroeg wat ik voor mijn verjaardag wilde, toen wist ik het niet zo goed. Maar toen uiteindelijk dacht ik van, ja, laten we naar een museum samen gaan. En toen heb ik echt zoveel musea bekeken in Nederland. En wat leuk zou kunnen zijn. Toen kwam ik dus uiteindelijk op het Wereldmuseum in Leiden. Dat heette vroeger het Museum van Volkerenkunde. Maar Wereldmuseum is nu een soort van overkoepelende organisatie waar ook een museum in Rotterdam onder valt en het Tropenmuseum in Amsterdam. En dat was dus inderdaad heel leuk. Ik vond het ook een mooi, overzichtelijk museum. Wel een beetje donker, dat ik elke keer het gevoel had van, oh shit, wordt het al donker buiten? Maar dat was nog helemaal niet zo. Maar die ramen waren getint en het was binnen gewoon vrij donker, omdat de focus lag op de objecten natuurlijk. En er waren projecties, dus ik snap ook wel dat dat nodig is. Maar er waren dus objecten uit allerlei landen en werelddelen. Soms aan de hand van geloof / levensovertuiging. Dus je had bijvoorbeeld een stukje over het hindoeïsme, boeddhisme, islam. Maar soms ook specifiek op een bepaald volk. Bijvoorbeeld volkeren uit West-Afrika die weer zijn ontdekt door andere Afrikaanse volkeren die er niet meer zijn. Of nog maar een hele kleine populatie van. Ik vond het heel interessant en leuk. Dus als je interesse hebt in volkenkunde, geschiedenis, een stukje wereldkennis, dan is het wel een aanrader. Toen heb ik gisteren niet gefilmd. Gisteren ben ik eigenlijk heel lang onderweg geweest. 5 uur in de auto gezeten. Dat kwam voornamelijk door files, want zo lang hoefde het niet te zijn. Maar ik had opnames voor werk, voor Garnier. En Saske, mijn zus en een vriend waren lekker aan het oppassen hier op Seki. Want Merk moest toevallig ook naar Amsterdam. Dus dat was een vol dagje voor, namelijk door het in de auto zitten. Maar ik heb lekker podcast geluisterd, lekker muziek. Ik vind het tegenwoordig niet zo erg om in mijn eentje in de auto te zitten. Want dan kan ik gewoon heerlijk muziek luisteren. Beetje mijn eigen gedachten. Vandaag is het maandag en ik ga naar Arnhem. Ik had in eerste instantie afgesproken met Mike. Het is een beetje tussen onze woonplaatsen in. Toen dacht ik, ja, als ik in Arnhem ben, dan moet ik natuurlijk even langs Veer. Dus ik ga eerst in de ochtend koffie drinken bij Vera en dan lunchen met Mike. Dus ik heb een sociaal dagje en het is echt rot weer. Ik wilde een lelijker woord zeggen, maar ik dacht, laat ik eens even volwassen doen. Echt een verschrikking, die regen. Oh, Ellie. Je bent zo lief. Oh, je bent zo lief. We zijn al de hele ochtend aan het knuffelen. Heerlijk. En we zitten lekker aan de kruidnoten en de koffie en nu water.
Met mijn veer. Hallo. Ik ben ook eens een keer met mijn telefoon aan het vloggen. Wow. Ik zie jou dat altijd doen. Ja, want soms dan heb ik gewoon geen zin om die hele camera mee te slepen. Ja, maar dat snap ik. Maar het is ook helemaal niet fijn. Dit is top. En dit is toch ook goede kwaliteit? Ja. Ik doe alleen altijd, ik ga altijd zo dit doen. Ja, dat snap ik. Mike en ik zijn helemaal aan het losgaan in de Rituals winkel. Ik ben echt al jaren niet meer in een Rituals winkel geweest. En het is zo mooi allemaal. Ik sta echt versteld. Ik wil alles. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ik wil alles ruiken en alles vooral ook kopen. Maar tot nu toe... Nou, ik heb 2 dingen in het mandje en Mike heeft er eentje. Dus we houden het nog een beetje subtiel.